Gloria de Mees is tijdens de 54ste algemene vergadering gekozen tot commissaris van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten voor de periode 2024 tot en met 2027. Het is voor het eerst dat een Surinamer is gekozen als commissaris van dit belangrijke orgaan. Tijdens de OAS-jaarvergadering is Eric Rutsch ook herkozen als lid van de Inter-American Juridical Committee voor de periode 2024 tot en met 2027. De vergadering was van 21 tot en met 23 juni in Washington DC, Verenigde Staten. Vandaag op Wereld Antidrugsdag staat de wereld stil bij de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel. Het doel van deze dag is om actie en samenwerking te versterken voor het bereiken van een wereld zonder drugsmisbruik. Het doel van de campagne van dit jaar is om de samenleving bewust te maken van het belang om mensen die drugs gebruiken met respect en empathie te behandelen. Alternatieven voor straf aanbieden en prioriteit geven aan preventie. De ECD heeft bij controlewerkzaamheden in Quetta beslag gelegd op een partij medicamenten en vitamine van een eigenaar van een reisbedrijf. Tijdens de controle is gebleken dat de eigenaar deze producten ten behoeve van dieren ten verkoop aanbiedt, terwijl hij niet over een geldige vergunning beschikt. Ook heeft ECD beslag gelegd op een partij voer die geproduceerd wordt door een bedrijf dat geen vergunning daartoe heeft. In beide gevallen is er een procesverbaal opgemaakt en duurt het onderzoek voort.